Deze week deed de rechter een uitspraak in de zaak van Louise van Luik. Zij spande een rechtszaak aan omdat ze haar vingerafdrukken niet wil afgeven voor een nieuw paspoort. Want ze is toch geen crimineel? Het is een gevoelskwestie. En dat er steeds meer gecontroleerd wordt. Dat er steeds meer vastgelegd wordt. Ik ben het echt heel erg met haar eens. Louise staat niet alleen. Ook Jacob Koonstam van de Privacywaakhond van Nederland is tegen de database met vingerafdrukken. Dat je op voorhand zegt, alle Nederlanders zijn potentieel criminelen. En dus leggen we een database aan. En in Engeland is de database met vingerafdrukken zelfs vernietigd. What convinced the government to abolish it? I think all the sort of superficially obvious and yet mistaken reasons, like it would improve security and it would make things more efficient, you know, all bullshit. Deze week kwam eindelijk de uitspraak in de rechtszaak van Louise. Zij is de eerste Nederlander die haar recht op privacy opeist. Haar advocaat meldde haar de uitslag. Ik heb vanochtend gedaan met de rechtbank voor de uitspraak. En ik heb het inmiddels ook met vakspoedigen gelezen. Ja. Helaas, ik moet je vertellen, de rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard. Oké. Ja, de rechter uiteindelijk heeft gekozen voor om het pad van angst, zeg maar. Niet het pad van vertrouwen. Louise heeft de rechtszaak verloren, maar de rechter constateert wel dat er grote maatschappelijke onrust over is en legt eigenlijk de bal bij de Tweede Kamer. De rechter heeft helemaal gelijk als hij zegt dat de bal in handen is van de politiek. Wij moeten beslissen en dat gaat bijna gebeuren. Wat ik merk is, ik krijg per dag echt vreselijk veel e-mailtjes, brieven van mensen die zeggen, ja, ik moet mijn vingerafdrukken nu in het paspoort opslaan. Maar wat gaat daar verder mee gebeuren? Ik ga voorstellen om de wet aan te passen. Geen centrale database met daar aangekoppeld een opsporingsfunctie. Die weg moeten we niet op willen gaan. We gaan daar eind april met de minister over praten. Maar ik heb zelf het initiatief genomen richting de collega's hier in de Tweede Kamer om ook nog een hoorzitting te organiseren met experts en deskundigen. Zodat de laatste twijfelaars in deze Kamer volgens mij over de streep worden getrokken om absoluut een streep te zetten door die centrale database. Louise heeft haar zaak bij de rechter verloren. Maar er is hoop voor haar, want het verzet groeit, ook in de Tweede Kamer. Er tekent zich een meerderheid af tegen de centrale opslag van vingerafdrukken. We houden u op de hoogte. Heeft u ook een conflict met de overheid en kunt u mijn hulp goed gebruiken? Laat het ons weten op de website ombudsman.vara.nl. Dit was de Ombudsman. Volgende week zijn we er weer. Dezelfde tijd, nieuwe strijd. Tot dan.